Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Autorij.nl. Dit is de Subaru Outback en in deze video vertellen we wat je moet weten over deze ruime estate met vierwielaandrijving. Druk er vast op die abonneerknop en je mist in de toekomst geen enkele video meer. De vijfde generatie Outback kwam alweer in 2014 op de markt. En het model kreeg in 2018 nog een subtiele facelift. En voor modeljaar 2020 voert Subaru nog een kleine update door. Voor modeljaar 2020 wordt namelijk de off-road rijmodus X-mode uitgebreid met een nog zwaardere stand, waardoor de Outback nog lastiger terrein aan moet kunnen, zoals rijden over ijs en modder. De gemiddelde Nederlander zal X-mode waarschijnlijk hooguit op wintersport nodig hebben. Maar ook op het onverharde staat de Subaru Outback zijn mannetje. De Outback is vooral een auto die uitnodigt om te rijden, het liefst gelijk een lange reis. Hoewel alle digitale hulpmiddelen gewoon aanwezig zijn, voelt de Outback nog altijd heerlijk analoog aan. Het stuur biedt bijvoorbeeld precies de juiste weerstand en hij is ook niet te zwaar en niet te licht. Het ruimteaanbod in de Outback is bovengemiddeld goed. Hij heeft een ruime bagageruimte en ook passagiers achterin kunnen uitstekend zitten. De Outback wordt in Nederland altijd geleverd met een 2,5 liter viercilinder boxermotor die via een CVT-automaat met 7 ingebouwde trappen is verbonden met de permanente vierwielaandrijving. De motor levert een vermogen van 175 pk en een koppel van 235 Nm. En dat is goed voor een 0 tot 100 tijd van 10,2 seconden en een trekgewicht van een stevige 2000 kg. Het is niet voor niets dat Subaru ook al lange tijd erg populair is bij bijvoorbeeld caravanbezitters. Met deze Outback noteerden we een gemiddeld verbruik van 1 op 13,7. En dat is netjes, want dat is precies de fabrieksopgave. Op een rit met alleen B-wegen haalden we zelfs een gemiddeld verbruik van 1 op 14,3. De Outback is in Nederland leefbaar vanaf €50.195. Daarmee is hij wat duurder dan de meest directe concurrentie. Maar je krijgt er wel direct een hele fijne auto voor terug en een hele rijke uitrusting. Wil je nu meer weten over de plus- en minpunten van deze Subaru Outback? Check dan gewoon de complete test op autorij.nl. En vond je deze video leuk? Geef hem dan een duim omhoog, druk op die abonneerknop en zet dan ook direct het belletje aan. Voor nu, bedankt voor het kijken.